onze Glimcollectie. Een heel mooi thema voor wie deze zomer een feest heeft, voor de communies. De collectie is heel uitgebreid. We hebben nu meer keus, maar Keen heeft er heel hard aan gewerkt. Ook omdat er vorig jaar zoveel vraag was naar feestcollectie. Ik heb mezelf ook al een feestelijk tenuutje aangemeten. Ja, ik ben er eigenlijk wel verliefd op. Ik ga gewoon zelf een feest organiseren. Mooie blouse, opengewerkt hier bovenaan. Broekje, hoog in de taille. Ik heb er nu een hoger haksje onder gedaan. Ja, was mijn broek ook in enige hoog van lengte. Broek is er eventueel ook in de lichte roze kleur. Blouse is er eventueel ook in het wit. Bijvoorbeeld de blouse in het wit, die ga je ook gewoon op een, ik zou zeggen, een even neutraal broekje. Is ook nog een mooi setje. Ik loop er even samen met jullie door. Kom maar even mee kijken. We hebben hier als tekening in dit thema is een beetje de onderwaterwereld. Dit is een printje dat er in twee kleuren in zit. We hebben de blouse en het kleed. We hebben even dit Chanel pakje, komt uit een ander thema, hebben we er even bij gehangen omdat we ook de combinatie wel mooi vonden met dit thema. Onze jurk is een mooi recht model, valt ietsje losser. Ja, kijk, ook mouwen zijn heel mooi afgewerkt. Die tailleren ietsje ruimer. Dan, ja, ik zie het al helemaal voor mij, de mama van de bruid. Een heel mooie jurk. Is zo met een soort van keepje erover, maar toch een open jurk, maar toch de armen zijn een beetje bedekt. Ja, zelf ook wel grote fan van dit setje. Dit ga je ook veel zien in de collecties. Is een geklederen broek met omslag. Daar zit ja, een klein beetje nekelaans in. Ik hoop dat jullie dat zien. Ook die knopen, zie hoe mooi dat die afgewerkt zijn aan de broek. Is heel tof met bijvoorbeeld zo'n blouse onder, voor wie niet graag met de armen bloot loopt. Dus deze blouse, dat is zo ook een roze blouse met parels afgewerkt aan de kraag en aan de mouwen. Maar ook wel tof, bijvoorbeeld hoogzomer, dat je onder de gileke bijvoorbeeld zo'n topje draagt en dan kun je het ook gewoon loslaten hangen. Dus mooie set. Dan hebben we dus de broek die dat ik aan heb, eventueel ook in die roze kleur. Ja, dan vind ik ook hetzelfde. Zit er nu de mama van een communicantje of zit er nu zelfs de moeder van een bruid? Mooie set, blouse ook met die broek samen. Maar hetzelfde verhaal bijvoorbeeld, houden niet van die brede mouwen. Kunnen bijvoorbeeld bij deze broek ook weer diezelfde blouse gaan combineren. Hier komen ook nog smalle broekjes in binnen in dit thema. Dan hebben we ook het topje met de pareltjes. Vind je dan altijd wel tof voor hoogzomer dat je toch nog je broek kunt doordragen en dat gaat het gevoel van een jumpsuit creëren. Wie graag rokken draagt, ja, ook een hele mooie. Je ziet ook die parels daar terug. En ja, dat zou ik bijvoorbeeld op die manier gaan combineren. Dus van de blouse dat ik zelf aan heb, heb je ook de lange jurk. Dat is in zo'n mooie organza stof. Die valt ook heel soepel. Die valt ook vrij ruim. Dit is dus de blouse die ik aan heb in het wit. Die is niet super lang. Dan hebben we dus de andere kleur van die onderwaterwereld. Dat is met een witte ondergrond en met blauw. De andere print is meer met roze. Het blouse dat ik aan heb. En dan hebben we de broek ook in die bordeauxkleur. Blouse. En zie ook dat detail van dat heel fijn pareltje. Split, ja, split is ook iets dieper, maar valt niet te ver open. Maar ik vond ze heel schoon aan. Een model van jurk, die heeft het vorige zomer ook fantastisch gedaan. Hadden wij die in een geel gebloemde print. Ja, die kleedt ook gewoon heel schoon aan. Onze capejes. Cape is dit model, maar wij krijgen nog een mooie broche van dit thema binnen. Die cape die gaat hem meer op die manier dragen. Dus je zou hier met een broche moeten samensteken. Dan valt hij nog mooier. Onze top, V-hals, kleedt ook mooi af, samen met de broek. Hier creëren we het gevoel ook weer van de jumpsuit. Mooi zit samen. En daar komen ook nog leuke Chanel jasjes bij. We hebben dat er al bij hangen, maar we krijgen nog mooie Chanel jasjes. Of met zo'n cape vind je dat ook wel leuk. Je kunt het ook wat vlotter gaan combineren, wat draagbaarder op die manier. Dus datzelfde twinsetje hebben we ook in de roze kleur.
Ja, ook bijvoorbeeld op mijn broek, ja, als je dat iets klassieker wilt combineren, gaan we dat op die manier doen. Diezelfde jurk ook weer met de roze ondergrond. Ja, ook hier zit zo'n mooie glans in. Ik vind dat heel goed modelletjes. En aan die cape, die hebben we eventueel ook in de roze kleur. En dan het setje met de broek. Dus hetzelfde verhaal ook met de roze ondergrond. Ik neem jullie ook nog even mee naar hier, want we kunnen dit ja, perfect gaan afwerken. Wat laat ik eerst zien? Dus onze schoenen in dit thema hebben we de schoentjes met de parels en de sleehak. Ook wel tof in de zomer, heb je een tuinfeest, is gewoon die platte slipper. Dat is toch gekleed, maar toch een makkelijk plat schoentje. Deze zijn geen dat ik aan heb. Het zijn wel gedurfde schoenen, ze zijn hoog. Ik kan ermee lopen, maar ik denk niet dat ik er uren mee ga kunnen lopen. Maar wel leuk voor een feest, maar dan zou ik toch wel die platten in mijn zak steken. Dan hebben we dit schoentje, ja, ook prachtig hierbij. Hè. Kijk, zo gaat het ook iets heel gekleed kunnen dragen. Ceintuurtje, vind ik ook wel heel tof. Dus dat gaat het ook in je broek kunnen dragen. Die jurk, ja, mooi aan, ben ik ook al fan van. Ik ben ook fan van heel thema. Voor wie een makkelijker schoentje wilt, in die tekening zitten ook roze tinten. Dus bij de geprinte zouden we ook gewoon dit schoentje kunnen combineren. En dan hebben we ook nog hetzelfde materiaal van mijn broek. De lange jurk, die is met zo'n heel diepe split. En ja, die valt ook wel heel mooi als je hem aan hebt. Die boost een beetje hoger. Zit er ook in die roze tint in. Ja, en hier ook, dat heb ik jullie vorige keer ook laten zien, maar ook qua accessoires in dit thema zijn ook weer deze schoentjes mooi. En die roze gouden tasjes dat ik jullie al heb laten zien, ga in dit thema ook als handtasjes weer een mooie zijn. Het jasje waar ik nog over sprak net, laat ik jullie nog heel even zien. Dus dat zijn de Chanel jasjes dat we in dit thema bijvoorbeeld nog gaan binnenkrijgen. Maar daar houden jullie wel van op de hoogte. Zo, ik hoop dat jullie er weer van genoten hebben en ik zie jullie volgende keer. Dag!